We haken af bij de top. Wat denk je dat het Nederlands elftal mist nu? Misschien wel een Dirk Kuyt. Passie. Zijn inzet. Alles eruit halen wat er is. Familieman. Winnaar van dit tuin. Beleving. Of iedere andere sporten. Ja, ik heb hem natuurlijk nog gekend toen wij in 1991 kampioen werden. Toen mocht ik erbij zijn als trainer. En toen zat ik s'avonds op de koers toen we hier weggingen. Ik vergeet het nooit meer. Toen kwam er een klein blond ventje naar me toe. Trainer, mag ik ook mee voorop zitten? Ik zeg, joh, dat kan niet. Ik zeg, want iedereen wil natuurlijk graag voorop. En dat bleek dan later Dirk Kuyt te zijn, die er zo echt elk jaar er 40, 50 binnenschoot. Wat zijn de kwaliteiten van Dirk Kuyt die jullie ook wel zouden willen? Scoren! Krulletjes! Blijf dat krulletjes! Ja, Dirk heeft alles meegemaakt en is maar gaan groeien. Voornamelijk door zijn mentaliteit, door zijn karakter, door zijn inzet. Je hoeft geen 6-7 man voorbij. Je simpele techniek, je bal aannemen, het juiste moment kaatsen, dan weer even vasthouden. Ja, dat is heel belangrijk in het voetbal. Maar als ik het goed begrijp, zijn er dus ook heel veel mensen die zich misschien wel een beetje vergist hebben in het verschil in talent. Op vroege leeftijd is het vrij moeilijk te zien. Wel belangrijk is waar we wel goed op letten is wat voor mentaliteit heeft de speler. En als hij goede mentaliteit heeft, dan leert hij steeds meer bij. Dus als hij altijd komt trainen, altijd aanwezig is, altijd zijn best doet, ja, dan word je steeds beter. Dat is voor hetzelfde geld over 10, 15 jaar. Ja, dat doet op zich. Het zou best kunnen. Wie van jullie wordt de nieuwe Dirk Kuyt? Ja, ik heb al de achternaam Kuyt, dus ik word het. Ik geef wel, ik denk, aan mensen aan van, hey, als je hard werkt en een goede mentaliteit hebt, dan kun je een hoop bereiken in het leven. En dat is geloof ik niet alleen het voetbal zo, maar ik denk dat het met alles zo is. Ook in het gewone leven.